is mijn eerste filmpje om te laten zien over mijn hondjes. Nou ja, Nintendo Dogs en Cats. Ik ga jullie nu laten zien hoe je het leuk kan spelen en hoe je het een beetje werkt. Nou, we komen nu een beetje op de startpagina van het spel. Ja, zoals je ziet zie je al dat dit Lila is, een zwarte kat. Dit is Bo en dat is Kitty. Ze spelen nu al erg lekker, zie je. Nou ja. ze hebben net gegeten. Dat zag je in het eerste filmpje. En nu gaan we naar het tweede filmpje. Naar het tweede filmpje. En dan ga ik laten zien hoe je Bo kan uitlaten. Ja, Bo. Nou, dan gaan we Bo uitlaten. Nou, je staat vaak waar je komt om te lopen. Nou, ik hou hem vaak als riem vast. Wat ik vaak doe, is hem gewoon lekker loslopen. Nee. Vaak leid ik hem dan af. Hier in het hoekje kan je vaak dingetjes zien. Nou, ik zie nu niet. Ja, nu. Dan schrikt hij en dan valt hij wat op. Het afval wat je daarnet zag, dat mag je dus niet opeten voor de hond. Dat is heel slecht voor hem. Daar word ik zelf vies van, maar het is ook helemaal niet goed voor hem. Nou, ik zeg meestal nee. Ik pak alleen geheime doorgangetjes. Je kunt het zelf natuurlijk wel doen. Er staat een heel verhaaltje van elk persoon die je hier zeg maar ontmoet, die heeft een hondje bij zich. En als je het hondje tegemoet komt, dan staat er altijd je eigen naam. En bij mij staat dus ook zo'n verhaaltje. Maar ik lees hem eigenlijk niet heel vaak, vind ik niet zo leuk, want ik ken ze bijna allemaal. Nou, dan gaan we verder. Nou, ze worden volgens mij vriendjes. Ja, ze kunnen het goed met elkaar vinden. Nou, nu gaat hij lekker wandelen. Je kunt vaak naar het sportcentrum hier. Nou, dat kunnen we wel eventjes doen. Of nou trouwens, het is niet zo heel slim, maar we proberen het maar gewoon. Hier kan je oefenen voor wedstrijden. Nou, soms is het best moeilijk om te doen, maar nu wordt het wat makkelijker. Nou, hierboven kun je kiezen wat je wilt. Ik heb een paar verschillende dingetjes. Nou, ik pak altijd de roze vlinder, noem ik het soms, maar het is een vogel. Nou, ik klik daarop en je gaat rennen in principe. Hij draait gewoon rondjes, hij springt er vanzelf op af. Kom hier. Soms helpt praten tegen hem ook wel weer. Nou, je ziet dat hij erg snel gaat, dat gaat hij normaal nooit. Want hij is best wel een leuk beestje. Nu mag hij flink gaan rennen voor mij. Vaak ga ik heel veel oefenen op de score die wij hebben. Ga ik weer te snel voor hem. Niet zo handig. Vaak houdt precies dezelfde afstand een beetje van ons. Van het beestje tussen hem en het beestje zelf. Nou, een finish. We hebben het gehaald. Nou, de tijd dat is best redelijk. Nou, ik wil niet meer oefenen. Verder wandelen. Nou, ik geef een beetje vaart erin. Nee, dat wil ik niet. Bij berkjes mogen de hondjes vaak plassen of poepen. Of ja, dat is niet zo netjes gezegd natuurlijk. Maar mogen ze hun boodschappen doen. Nou, hij
vind het nu lekker om in te rollen. In de rollen, sorry. Ik versprak me. Nou, je ziet dat er een hond aankomt. Dan klik je altijd om het opruimen. Dan draait hij meestal nog wat rondjes om het te laten weten. Nou, dan gaat hij verder. Soms heb ik ook geen zin in het gekletsen, dan loop ik gewoon door mijn mond. Nou, je kunt hem een beetje sturen. Nou, hij piept soms. Van rollen en dat ik loslaat, als piept hij niet. Nou, dan zijn we weer thuis. Nou, staat op dat de hond het altijd leuk heeft gehad bij het wandelen. Soms staat het erbij dat hij het langer wilt. Nou, dat waren we weer. Nou, we hebben genoten. Ja, dat klopt. Nou, dat was het voor mijn tweede filmpje. Nou, ik zie jullie de volgende keer. Bye bye!